Oh, en daar is Elfrin in het kooitje. Ik kom eraan, jongen. Ik kom je bevrijden. Of meisje, ik weet niet. Of ik weet niet wat je bent. Misschien ben je gewoon. Oh, je bent een pop. Yo, de derde vent. Ik hoop dat we vandaag Elfilin gaan redden. We moeten namelijk hier naartoe. De verzamelaar in de slapeloos vallei. Ik dacht dat King Dedede hier was, maar ik denk niet dat hij hier is. Ik denk dat hij hem gesmeerd is. We gaan het zien, we gaan het zien. Knal in ieder geval weer die duimpjes omhoog, zodat ik weet dat jullie deze Kirby video's nog steeds vet vinden. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dan gaan we eens even kijken wat hij allemaal verzameld heeft dan. Hoppakee. Wat is dit? Wat is dit allemaal voor meuk? Wat is dit? Oh, hier ligt een emmertje. Die pakken we, terwijl we die niet nodig hebben. En dan hebben we keus uit deze power-ups. De prikding, de hamer en de bom. Ik ga hem kapot hameren, jongens. Let's go. Ik heb trouwens nog een upgrade voor deze hamer. Maar ik heb niet genoeg sterren om hem te upgraden. Oh, oh, kijk. Hij is in ieder geval geen fan van Kirby, zo te zien. Ik hoop dat jullie nog steeds wel fan zijn van Kirby. Laat het even weten in de reacties. Wie vinden jullie de leukste Nintendo-character? En vinden jullie Kirby vet? Laat het weten. En dan gaan we kijken wie hier in dit hol schuil is. Ik denk een rat of zo. Ik denk dat hier een rat zit. Oh, crap. Oké. Hij heeft een soort van voodoo-poppetjes gemaakt van Kirby. Die hangen hier in de lucht. Dit is niet oké. Oh, en daar is Elfrin in het kooitje. Ik kom eraan, jongen. Ik kom je bevrijden. Of meisje, ik weet niet. Of ik weet niet wat je bent. Misschien ben je gewoon. Oh, je bent een pop. Dat gezicht van Kirby was te grappig. Oké, wat is het? Wat is het? Wat is het? Het is geen rat. Het lijkt op een buideldier. De gepantserde danser Dolle Dillo. Hé, maar jij ziet eruit als een machine of zo. Raak 3 van de door Dolle Dillo's geknutselde Kirby's. Maar ik ben ook gevangen genomen. Ik ben ook gevangen genomen. Klappen, maak hem kapot. Maak hem kapot, lekker. Oh, pas op, pas op. Ik moet, oké, ik moet hier deze raken. Deze, ja, klopt. Top, top, top. En deze moet ook nog weg. Ik ben weer gevangen genomen. Nee. Oké, ik moet echt op gaan passen. Dat we niet kapot gaan. Dat we niet kapot gaan. Pas op, pas op, pas op, pas op. Lekker, lekker, oké. Hij heeft me niet. Hij heeft me niet gevangen. Hij heeft me nog steeds niet gevangen. Oké. Dolle Dillo, wat ga je... Nee, we gaan naar de volgende stage. Dit is de... Oké, wat ga je hier doen dan? Je hebt nu in ieder geval geen kooi meer. Dat is top. Oké, je komt keihard op mij aanrollen. Lekker curbs. Lekker... dan komt nog een keer. Nee, en ik ben gelijk half dood. Jeetje. Hou op. Oké, kom, curb. Kom. Kom, maak hem kapot. Maak hem kapot. Yo, maar ik kan hem zo weinig raken. Ik wil hem meer raken. Waarom kan ik hem zo weinig raken? Hoe kan ik dit ontwijken? Hij is me echt kapot aan het maken, Dolle Dillo. Doe normaal. Ik heb bijna geen HP meer over. Hij heeft zijn kooi weer. Kijk uit. Lekker. Oké. Ik heb paniek. Niet mij kapot maken. Niet mij vangen. Ja, lekker. Oké, dat vangen, dat kan ik wel ontwijken nu. Ik heb nog wel een beetje HP nodig, want ik ben echt bijna dood. Wat is dit dan? Hij heeft een danseres meegenomen. Wat ga je doen? Oké, hij gaat dansen. Met zijn danspartnertje. Kom op, Kirby. Blijf vliegen. Kijk uit. Ja, gelukkig. Oké, je begint al een beetje duizelig te worden, of niet? Ga je nou nog meer doen? Wat ga je nou allemaal doen? Ik ben bijna dood. Ik ben heel bijna dood. Oké, we kunnen hem weer raken. Kom. Sloop hem. Ja, jeetje, man. Jeetje, wat doe je allemaal? We gaan weer vliegen. Let's go. Oké, het is aan. Ik pak de bommen wel dan. Oké, ik heb door hoe je deze moet ontwijken. Je moet een sliding maken, zo. Wow. Kijk, dan kan je hem gewoon makkelijk ontwijken. Dat is hoe je dit doet. Oké, ik heb jou door, vriend. Ik heb jou door. Nu ga je me helemaal niet meer raken, jongen. Kom maar met je danseressen. Oké, hij gaat mij toch wel raken. Ik moet wel op blijven letten. Potverdorie. Oké, stop met draaien, jongen. Hier, ik heb mijn bommen voor je. Ja, lekker. Oh, ik kan die ook kapot maken. Nice. Sliding, jongen. Oké, dit is een serieuze moeilijke baas, man. Hou op. Dolle Dillo, je bent vervelend. Je bent heel vervelend. Oké, maar ik kan hier wel die bommen misschien connecten.
Ik ben wel serieus bang voor deze actie. Oké. Kijk, dit bedoel ik. Oké. Maar ik ga hier wel weer bommen neergooien. Misschien dat ik deze kan raken. Oké, deze gaan mij sowieso raken. Paniek. Sliding. Oh, man. Ik heb toch helemaal geen tijd hiervoor, joh. Oh, ik ben alweer bijna dood. Nee, jongen. Dolle Dillo, jij gaat echt kapot nu. Niks. Oh, hij gaat weer dansen. Kom op, raak hem. Nee. Maak hem kapot. Hier, ik heb bommen. Hier, allemaal bommen. Ontplof. Lekker. Oh, deze baas is serieus moeilijk. De eerste echt moeilijke baas in Kirby, voor mijn gevoel. Dolle Dillo. Maar je bent kapot. En ja, hier zijn de Waddledees. Maar hé, waar is Elfielin dan? Want die zat in een kooi, maar dat was een neppe Elfielin. Ik heb een blueprint gehaald voor Stormijs. Maar waar is Elfielin? Ik dacht dat je hier zou zijn, maar je bent hier niet. Nee joh. Het was een neppe Elfielin. Maar waar is Elfielin dan gebleven, potverdorie? We laten Dolle Dillo in ieder geval lekker achter ons. En we gaan terug naar het Waddledee-dorpje. Hé, hey, we hebben een nieuwe kauwgomballenapparaat, joh. En er waren nog wat nieuwe dingetjes trouwens hier in het dorpje. We kunnen nu hier zo vissen. Als jullie me missen, dan ben ik vissen. We moeten op de juiste knop drukken wanneer een vis verschijnt. Als je meerdere vissen achter elkaar vangt, bijt er uiteindelijk een grote vis. Oké. Nou, let's go. Oké. Ja, ja, X. Oké, cool. Lekker visie. Oh, hier gaan we even lekker sushi van maken vanavond. Alleen duikbril die mag af. Dat is niet lekker, dat is een beetje taai. Hoeveel visjes moeten we dan vangen, joh? Oké, nu moeten we denk ik 2 knopjes indrukken. Ja, grotere vis. Hotseflots. 501 grammetjes. Kirby de visser. Ik vind het wel grappig, hoor. Hoppa, 1642 grammetjes. Hé, hoe groot worden deze vissen, joh? Ik ben heel benieuwd. Oh, dat was al de grootste vis. Oh, nee, dat was nog niet de grootste vis. Nee, we moeten nog steeds los. Ja. Kijk. Deze is groter dan Kirby zelf, jongen. 7755 grammetjes. Ruim 7 kilo, jongen. Komen er nog grotere? Oh, nee, deze is denk ik weer net zo groot ongeveer. Oh my gosh, 8000. Oké, ik ben er wel klaar mee, lekker. Maar wat was hier nog meer? Er was nog meer allemaal gekomen. Ik kan nog eens een anders nieuw spelletje spelen volgens mij. Oh, kijk, daarboven. Hier zijn ook allemaal nieuwe dingen. Nieuw winkeltje. En dit is Kirby aan de rol. Oké. Moeten we zo'n balletje in zo'n gaatje? Ja, oh ja, dan moeten we de controller moeten we zo draaien. Oh, dit is een ding. Oh, ja, we gaan dit spelen, jongens. We gaan dit spelen. Lalalala. Oh, er zit ook nog tijd op. Oké. Go, knikkert. Sneller. Lekker. Naar boven. Naar links. Sneller. Oh, maar dit... Oké. Ja, ook naar beneden. Oh, maar dit is een ding. Ah, ga nou. Ik heb niet heel de dag de tijd. Oké, we gaan naar rechts. Nee, naar rechts. Doe even normaal, controller. Mijn controller snapt het niet meer, jongens. Oké, naar beneden. Ja, en nu naar links. Nee, naar links. Ik doe toch zo naar links. Oh, ja. Man, dit is nog moeilijk. 43 seconden is echt heel langzaam, volgens mij. Nou, dit doen we een ander keertje nog wel. Doei. Nou, let's go. We gaan naar de volgende wereld. En achter deze wolken, ja, ik zie het al, jongen. Vulkaanwereld. No. Oh, dit lijkt op de laatste wereld, man. Tenzij er nog een buitenaardse wereld is of zo. Maar de rode gars verboden zonne. Oh, nee. We moeten Elfielin zien te redden, jongens. Maar wat is dit voor gekke wereld, joh? De vurige verboden zonne. Holy moly. Oké. Ik denk niet dat het fijn is om hier te wonen. Dus we moeten alle Waddledees even snel gaan redden. Kijk dan, joh. Wel vet gemaakt weer, man. Kijk al, de vosjes zijn nu ook een andere kleur. En ik ben echt bijna dood. Ik heb echt zoveel HP nodig. Ik wil geen dingen op mijn bakkes. Ja, dankjewel. Ik heb een beetje HP gekregen van de hotdog. Oké, muntjes van mij. Let's go. Vosje, wat sta je te... Oh my gosh, dit zijn weer veel te veel enemies. Connect bommen. Kom op. Connect bommen. Lekker. Zo, daar. Ja, lekker. Wat sta je nou te doen daarboven, jij? Vertrouw jou niet daarboven. Jij moet ook kapot. Potverdorie. Ik kan jou pakken, hè? Ik kan jou pakken, vriend. Hier. Lekker. Kijk, en dat is ook wat we moeten doen. Versla 2 op de uitkijk staande woevels. Oké, gaan we doen. Let's go. Beetje HP erbij, lekker. Zal ik zijn kracht pakken? Oh, nee, ik heb hem al, ik heb hem al kapot gemaakt. Ja, soms gaat het een beetje te snel. What up, woevel? Oh, wat gebeurt hier?
Wat gebeurt hier? Is dit aan het verzakken? Dit gaat in de lava. Dit gaat in de lava. Let's go. Wegwees hier. Het hele level gaat hier kapot, joh. Oh, dit gaat ook helemaal kapot. Maak ze kapot. Druk op de knop. Let's go. Let's go. Ja, oké, okay, cool. Oké, geheimpie. Oh, heel dit level gaat naar de klokelo, jongens. Dit is niet oké. Okay. Oh, hier is nog een op de uitkijk staande woefel. Oh, en konijntjes. Jeetje, jongens. Doe eens rustig, man. Rustig jij, joh. Mega konijn. Ga weg. Hier, woefel, kom. Bap. Lekker, ik moest dat ding halen. Top, dat hebben we gehaald. Dan gaan we nu weer simstukjes pakken. Oh, ja, die hebben we. Ja, deze hebben we ook. Deze hebben we ook. We moeten wel tempo maken, merk ik. En hier nog één, denk ik. Oh nee, ik denk daar bovenop. Ik denk hier. Hier is de laatste, denk ik. Ja, cool. Hoppakee, sterretje erbij. En dan daar. Ja, daar zit denk ik weer een waddeldietje in. Let's go, waddeldie. Ik moest zoveel moeite doen voor jou, maar hier ben je. Super cool. Oké, hier naar boven langs alle lava. Drillmeneertje kapot maken. En door. Let's go. Ja, de levels worden wel steeds uitdagender. Uiteindelijk wordt de Kirby game toch nog wel een beetje een uitdaging. Ik heb serieus makkelijkere Kirby games gespeeld. Bijvoorbeeld Star Allies. Die vond ik echt super simpel. Dat vond ik een heel makkelijk gamepie. En daardoor vond ik het eigenlijk ook niet zo'n leuk gamepie. Maar deze is wel tof. Deze is oprecht leuk. En het wordt ook oprecht moeilijker. Je hebt net kunnen zien dat die baas ook best wel lastig was. Is hier iets trouwens? Ik dacht echt dat daar wel wat zou zijn in die grot. Maar nee. Oh, wacht. Misschien wel. Misschien moet ik hem pakken. En misschien moet ik dan in de grot. Met drillboor. Nee? Nog steeds niks? Oké. Nou, dan gaan we door. Hier zijn wel allerlei dingen. Hier bovenop. Kijk, deze ding kunnen we uitgraven. Ah! Ja, ah! Kijk uit. Stress, jongen. Zoveel stress door dit. Hier kunnen we doorheen. Kijk, en daar zit een waddeldie en een geheimpie. Nice. Even. Oh, nee, dit is niet het geheimpie. Dit is een superkracht, zodat je er weer uit kan. Oké, ik keek verkeerd. Let's go, let's go. Hallo, vosjes. Doei, vosjes. Zit hier om de hoek nog iets? Ja. De slaapkirby's even, bap, even weggooien. En hier hebben we... Oh, lekker. Oh, kijk hoeveel muntjes, joh. Vind de geheime doorgang. Ja, nou, die hebben we bepaald wel gevonden. Lekker dit, zeg. Waar gaan we trouwens helemaal naartoe? Oh, hier. Hierboven staat nog een kissie. Met nog een geheimpie. Nice. We gaan alles vinden, jongen, in dit level. Daar staat een boze bison. Oh, wat gebeurt er? Een dikke lavabal, jongen. Maak hem kapot. Oh, dat gaat niet. Dat werkt dus blijkbaar niet op die manier. Ik wou die bison slopen, maar die bison die wou mij ook slopen. Die was het er niet mee eens. Oké, go. Hier zijn heel veel boze bisons. Ja, gaan jullie maar lekker in de lava rennen dan, jongen. Doei. Doei. Dag. Dan ga ik even hier naar boven. Ik weet niet, man. Ik vind het vrij bijzonder dat die bisons zo vrijwillig in de lava gaan. Ik weet niet. Vanavond eten we, denk ik, geflambeerde bison of zo. Hapseflat. Oké, en nu? Ja, dan moeten we dit even snel doen, denk ik. Zo. Ik heb het gevoel. Zit hier nog wat? Nee. Oké, laten we maar gewoon doorgaan. Hier gaat hetzelfde, denk ik, gebeuren. Waarom ging ik opeens eruit? Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er? Go! 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 Oh, hier is een geheime gang. Ja, ik weet niet of ik nou ook echt iets gemist heb. Geen idee. Maar we gaan dit in ieder geval doen. Hier moeten we weer stukjes puzzel gaan zoeken. Oh, en dan moeten we denk ik op tijd doen. Laten we bij de laagste beginnen. Hier zo. Dat is 1. Dit is 2. Hier is een lekker happie. Hier zal wel nummer 3 zijn. Dan is hier nummer 4. Oh, ik zie de laatste. Die is eronder. Oh, ik ben belazerd. Die was eronder. Oké, we moeten dit opnieuw doen, jongens. Man. Ja, deze was gemeen. Deze was heel gemeen. Kijk, de laatste die zit daar rechts achterin. Zie je het? Dus we kunnen wel deze gelijk pakken. En dan nu deze. Oh, tempo. We hebben niet heel de dag de tijd. Hier is de derde dan. Kijk, en nu kunnen we gewoon rustig door. Oh, niet te rustig. Hier overheen. Hier naartoe. Deze pakken. Zo, hier doorheen. En dan is hier nummertje 5. En dan kunnen we daar een waddeldiertje ophalen. Via deze portal, denk ik. Yep. Hallo. Oh, hier is ook nog wat. Kijk nou. Hier. Ja, een geheimpie. Nou, die was lekker verstopt. Nu kunnen we blijkbaar een grote waterballon Kirby worden. Waarom moeten we deze worden? Oh, lekker. Lekker. Kunnen we alle lava weghalen, joh. Bop. Nice. Heeft dit ook nog een bedoeling of zo? Ja, kijk.
We kunnen nu lava-blokken kapot maken. Dat is ook weer een soort van trofie-ding. Lekker macarons eten. Nom, nom, nom. Oh, daar zijn er nog 3. Ik denk dat ik 7 niet ga redden. Want ik denk dat ik er net eentje gemist heb. Volgens mij moest je ze dan allemaal kapot maken. Of niet? Of lukt het nog? Of lukt het nog? Lukt het nog? Heb ik er 7? Ik heb er maar 4. Nee, ik heb er 6. No. So close. Maar eentje hebben we niet gepakt. Ik wist toch helemaal niet dat dat kon. Ah, zo jammer. Nu hebben we precies 1 dingetje niet gehaald. Omdat ik 1 zo'n lava blokje niet heb kapot gemaakt. Verdorie. We gingen zo lekker. Ja, oh, dit is zo gemeen. Nou moet ik voor die lava blokken dus het level eigenlijk nog een keer opnieuw spelen. Maar dat gaan we niet doen in deze video. In de volgende video gaan we verder in dit lava land. Ik ben heel benieuwd of Elfielin uiteindelijk hier is. Doe die duimpjes omhoog, jongens. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!